Elektrisch rijden 1.0. De Nissan Leaf was een fantastische auto. Ik heb er 53.000 kilometer in gereden en het rijdt heerlijk. Maar het zag er niet uit. De range problematiek. En ik ga nu over naar elektrisch rijden 2.0, 3.0, 4.0. De Tesla Model S. En wat ik de komende 3 jaar ga doen, is heel Nederland laten zien van A, dat het gewoon ontzettend mooie auto's zijn, zonder range-problemen, die overal opgeladen kunnen worden en die ook echt heerlijk zijn om te rijden. Oké. Het is gewoon een laagvliegende F-16, maar dan een stille. Als er iets snelheid is, is dit het wel. Wat een machine, jongens. En dan ook hoe industrieën veranderen. Want de auto-industrie wordt geïnspireerd door een softwaremaker. En dat gebeurt met meer industrieën die bezig zijn van 3G naar 4G, van papier naar digitaal. Heel veel transformaties van industrieën gebeuren onder inspiratie van nieuwkomers. Nou, en de Tesla Model S is de beste katalysator van dat enthousiasme. En daar ga ik de komende jaren op inspelen. En ik ga met die Tesla Model S ga ik verhalen houden over elektrisch rijden en transformatie bij evenementen. Bij zakelijke evenementen, bij publieke evenementen. Ik ga aan de pers daar heel veel aan doen. En ik zou het hartstikke leuk vinden als wij daarin zouden kunnen partneren. Dus doe mee met de Tesla Model S transformatieproject.